Wat voor een impact had het leven met een groot schilder op jullie dagelijks bestaan? Tja, je wist toch niet dat het een groot schilder zou worden natuurlijk. Ik was klein toen ik een jaar of 3, 4 was en een beetje tot zinnen kwam. Ging ik tekenen en schilderen en dat werd erg door mijn vader gestimuleerd. En hij was op zijn atelier en ik was in de huiskamer bezig. En het is toch ontzettend leuk dat je je vader zo in de buurt hebt. En dat was het is een hele leuke periode voor mij geweest. Ik had een heerlijke jeugd. Er was natuurlijk niet veel geld in die tijd. Maar als kind heb je daar eigenlijk weinig ideeën van en ook weinig hinder van. En ik kreeg alle aandacht en ik was de inspiratie voor mijn vader. En mijn vader heeft mij natuurlijk ook aan het werk gezet met dat tekenen. Kan je iets vertellen over de relatie tussen Eugène Brands en de CoBrA-beweging? Hij kwam dus bij de experimentele groep in Holland. En toen had hij van Sandberg de tentoonstelling toegezegd gekregen in het Stedelijk Museum. Maar hij dacht, ja, ik kan er wel een eenmanse tentoonstelling krijgen. Maar het is veel leuker om daar ook de groep bij te betrekken. En zo is eigenlijk de experimentele groep in Holland in het Stedelijk Museum terechtgekomen. Door Sandberg en door Eugène. En omdat Sandberg zei, ja, dan moeten we er eigenlijk een internationale tentoonstelling van maken. Dat heeft veel meer impact. Zijn daar de Denen bijgekomen en Belgen, de Autremont en de Fransen, Doucet en Jorren. Heeft de Autremont de naam CoBrA bedacht, Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. Dus het heeft allemaal wel heel veel met elkaar te maken gehad. Ja, ja. En het is zo mooi om te realiseren dat jouw vader daar eigenlijk, als dat niet gebeurd was... een soort sleutelfiguur in was. Ja. Wat niemand in het begin wist. Maar ze wisten het wel, maar ze wilden er natuurlijk niet daarover uitkomen. Iedereen trok die tentoonstelling naar zich toe. Maar later heeft Willemijn Stokvis dat aan de hand van de brieven met Willem Sandberg uitgezocht dat absoluut klopte. Ja, dat verhaal. Ja, precies. En Karel Appel was natuurlijk veel meer iemand die geproefd daar was. Terwijl jouw vader natuurlijk gewoon, die was heel bescheiden. Ja. Die was gewoon van zichzelf. Die was ook heel genereus, denk maar ik. Maar ook dankzij Karel is natuurlijk die groep wel echt tot de grote hoogte gestegen. Want die had wel natuurlijk de impact en de power om naar Amerika te gaan en het wel naar zich toe te trekken. Maar daar heeft de groep natuurlijk ook van mee geprofiteerd, absoluut. Ja. En Constant en Corneille. Ja. Precies. Ja. Dus het is voor iedereen heel goed geweest. Ja. En in welk museum kun je het werk van je vader vinden? In het Stedelijk Museum in Amsterdam. Die hebben heel veel werken van hem aangekocht in de loop der jaren. Dus die hebben uit alle perioden werk van hem. Er zijn wel 30, 40 werken. Oké, dus hebben schilderijen, gouaches. Ja, die hebben de grootste verzameling. Ja. En het CoBrA Museum is nu ook bezig om een verzameling aan te leggen. En die hebben ook een paar hele mooie werken van hem. En ja, verschillende musea. Schiedam heeft CoBrA werken. Ja. En gelukkig bestaat nu de stichting Eugène Brands om zich om zijn werk te bekommeren. En wat houdt dat voor jullie in de praktijk in? Wij kunnen natuurlijk door die stichting heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld expertise te doen over vervalsingen. Waar we dus ook erg alert op zijn dat die niet de wereld ingaan. Maar je kan ook boeken maken, organiseren door die stichting. En tentoonstellingen maken en alles voor Eugène. Ja, het werk levend houden. Het werk levend houden en En het ook wel beheren. Dat je zorgen dat er geen vervalsingen komen. Maar dat het gewoon heel puur blijft. En een goede imago. Ja. Ja, daar kan je over waken. En kun je iets vertellen over jullie activiteiten? De tentoonstellingen natuurlijk. Die we steeds organiseren. En ook soms schenkingen die we doen. Straks aan het CoBrA Museum. Worldwide willen we natuurlijk ook wel dingen ondernemen. En in de toekomst wil ik een museum maken van mijn huis. Een Eugène Brands huis wil ik eigenlijk wel organiseren.
Maar goed, het is iets voor de toekomst. Precies, maar er liggen allemaal weer plannen al klaar. Er liggen allemaal plannen klaar. Ja. Ja, ja. Ja. En de mensen die in de stichting zitten, dat zijn ook allemaal collectioneurs van mijn vaders werk. En dat zijn galeriehouders en een grafisch ontwerper die alle boeken heeft ontworpen voor mijn vader. Ja. En hoe functioneert een stichting in Nederland? We hebben natuurlijk een website. En we hebben natuurlijk de boekhouding die nu op de website moet, omdat wij in het nut van het algemeen zitten. Wat ook heel belangrijk is. Via de website komt de stichting natuurlijk naar buiten.